Het is vandaag zaterdag 6 april 2024 en ik ben even een stukje aan het fietsen met Chris. Onze welbekende buurman Chris. Wie kent hem niet? En we fietsen hier op dit moment in het altijd mooie en zonnige Siddeburen. We hebben inmiddels ruim 63 kilometer, heb ik al op de teller. 63 kilometer. Chris heeft iets minder, want ik ben naar hem toegefietst voordat we officieel van start gingen. En we zijn al in Scheemda geweest, Nieuwolda, Midwolda, Wagenborgen, langs de sextent. En we zijn gewoon doorgereden, want hij was namelijk dicht. Hier gaan we rechts, Chris. En we zijn onderweg naar huis. We moeten alleen nog even zien waar we langs gaan, maar ik denk via Appingedam. Want dat had Chris namelijk voorgesteld. Want Chris is wegennetdeskundige. Hij kent alle wegen rond Appingedam, maar kent hij op zijn vingers. Dus we laten zo wel even weer een stukje filmpje zien. Zonder kleerscheuren zijn wij Siddeburen doorgekomen. En we zijn nu in het prachtige Steendam. Mooie huisjes. Links en rechts. Ja, vroeger kwam ik hier vaak. En daarachter ligt het Schildmeer. Veel gezwommen heb ik daar. Ik denk wel een baantje of twee. En toen stonden deze huizen er allemaal nog niet. En die huizen die daar staan, die stonden er zeker niet. Het was altijd een prachtig mooi strand daarachter. Maar die hebben ze nog volgebouwd met van die snelbouwpakket huizen. Ja, ze zien er niet uit. Maar goed, er zijn mensen die vinden ze mooi. Dat mag. We leven namelijk in een vrij land. Waar je alles zelf weten mag. En zelf doen mag wat je zelf wil. Tenminste, zo wat er ons verteld. Ja. Nu gaan we over de brug. Die gaat over het afwateringskanaal. En als we hier rechts gaan, komen wij in Tjuchem. Kijk, daar is het Schildmeer. Prachtig. De jongetjes aan het zwemmen. Toppers. Toppers zijn het. En zo gaan we richting Appingedam. We fietsen nu in Leermens. We rijden nu de Bult af. En we gaan richting het zand. We zijn dus inmiddels door Appingedam gekomen, waar we af en toe een beetje langzaam moesten. Vanwege het drukke verkeer daar in de grote stad. Ja, want Appingedam heeft stadsrechten. Kijk, het jongetje op de grasmaaien. Hoi! Kijk, Chris is nog steeds bij mij. Ik ben nog steeds bij Chris. Chris neemt mij op sleeptouw een beetje. Ja, je ziet geen touw, maar dat is zo noemen ze dat dan, hè? Kijk, je kunt aan het water zien dat wij nu op dit moment wind mee hebben. En dat voelt echt prettig. We moeten nog even door het zand en Zeildijk en dan zijn we zo weer thuis. We fietsen nu op de Meesterweg. Nou ja, Meesterweg. Het is meer een fietspad, ja, Meesterpad. Ik heb nu 89,65 kilometer op tel. Chris, een paar honderd meter minder, maar als we thuis zijn, hebben we beide wel 90 gefietst. Het was een mooi ritje. We zijn dus bijna thuis. En we hopen dat jullie dit een leuke filmpje vonden. Lekker van de omgeving hebben genoten, net als wij. En graag tot ziens. Laters!